U gooit in de zomer 2 maanden de winkel dicht. Dat betekent dat ik ongestraft mijn kinderen thuis kan laten? Nou, dat antwoord is nee. Laat ik beginnen te zeggen dat het Openbaar Ministerie Amsterdam het ontzettend belangrijk vindt als kinderen naar school gaan. Dat vinden wij ook, maar wat is er dan aan de hand? Voor luxe verzuim, je kinderen een dag eerder van school halen om op vakantie te gaan, krijg je gewoon een boete. Anders zit het als kinderen structureel wegblijven van school. Als dat in juni of juli gebeurt, dan kom je er vanaf met een waarschuwing. Het lukt de instanties in de vakantietijd namelijk niet hun dossier op orde te krijgen. Nou, een zomerstop suggereert dat wij 2 maanden niet werken, maar wij werken... Misschien werkt u wel door, maar dan moeten die andere instanties ook doorwerken, want het kan toch niet dat er 2 maanden niks gebeurt? Nee, er gebeurt ook 2 maanden. Het is niet zo dat er 2 maanden niets gebeurt, maar de raadsrapporteurs, die moeten een rapport maken op basis van informatie, van referenten. En die referenten, gezinsleden en leraren zijn dan vaak zelf met vakantie, waardoor een onvolledig dossier bij de rechter zou belanden. Als er na de zomer nog steeds wordt gespijbeld, dan wordt de zaak weer opgepakt. Toch niet de ideale situatie en dus wil de wethouder eigenlijk van de zomerstop af. We hebben met het Openbaar Ministerie, zijn wel in gesprek. En daar hebben we heel duidelijk gemaakt, wij willen niet dat er kinderen zijn die ongestraft kunnen spijbelen. Maar je moet nog wel die afspraak maken. We moeten zorgen met het Openbaar Ministerie om te kijken hoe dat nu gaat. Maar onze inzet is duidelijk.